Nieuws. De oorzaak van de brand in de Koninkerk in Haarlem, waarbij gisteravond drie brandweermannen om het leven kwamen, is nog onbekend. De brandweermannen zijn bedolven onder de voorgevel van de kerk, die korte tijd na het ontstaan van de brand instortte. Het is een ravage vandaag in en rond de volledig uitgebrande Koninkerk in Haarlem. Overal liggen nog restanten van de ingestorte voorgevel. 80 brandweermensen probeerden gisteravond tevergeefs de kerk en de kosterswoning te redden. Drie leden van de vrijwillige brandweer werden drie kwartier na het uitbreken van de brand bedolven onder de gevel, die het ineens begaf. Het is dus zeker niet zo dat deze mensen maar vlak langs dat gebouw hebben gelopen. Ze bevonden zich op een flinke afstand van het gebouw. Maar de muur is dus zo ver van het bouwwerk zelf afgevallen dat ze toch bedolven zijn geraakt. De gemeente Haarlem heeft een condoleanceregister geopend voor de omgekomen brandweerlieden. Zij worden aan het eind van de week begraven. Bij de bestrijding van de brand in de Koninkerk in Haarlem op 23 maart 2003 zijn drie brandweermensen om het leven gekomen. Zij werden getroffen door een omvallende muur van de kerk. Toen de muur viel, waren er geen mogelijke slachtoffers meer in de kerk aanwezig. De brand bevond zich op dat moment in een stadium waar het alle betrokkenen al geruime tijd duidelijk was dat het pand niet meer te redden was en dat delen van de kerk op kortere of langere termijn zouden instorten. Het was louter toeval dat de kerkmuur gevallen is op het moment dat de omgekomen brandweerlieden zich daar bevonden. Als de muur op een ander moment was omgevallen, of als een van de andere buitenmuren van de kerk was gevallen, waren er naar alle waarschijnlijkheid andere brandweermensen omgekomen. Achteraf heeft het merendeel van de brandweerlieden verklaard dat zij het voor het ongeval ondenkbaar vonden dat de muren van de kerk in zijn totaliteit zouden instorten of omvallen. Toch zijn er voldoende incidenten bekend op basis waarvan adequaat geïnstrueerd brandweerpersoneel beter had moeten weten. Het ongeval bij de Koninkerk vond plaats in Haarlem. Het had, mutatis mutandis, ook in een andere plaats kunnen gebeuren. In de afgelopen 16 jaar zijn bij het bestrijden van branden 25 brandweermensen om het leven gekomen. De inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft het tragische ongeval in Haarlem onderzocht om te bepalen welke leermomenten er uit dit tragische ongeval zijn te trekken. De inspectie wilde een antwoord vinden op de vraag: hoe kon het gebeuren dat drie brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het bestrijden van de brand in de Koninkerk te Haarlem? Met als tweede, onderliggende vraag: hoe kon het ongeval plaatsvinden gezien het feit dat er de laatste jaren zoveel aandacht is geweest voor de veiligheidsrisico's van het repressief brandweeroptreden? Vooraf moet benadrukt worden dat de rapportage oordeelt over het handelen van het brandweerpersoneel en niet over personen. Individuele fouten kunnen het gevolg zijn van tekortkomingen in de organisatie, zoals onduidelijke procedures en inadequate instructie. Het rapport spreekt zich nadrukkelijk niet uit over de schuldvraag en de aansprakelijkheid van betrokkenen. Wel heeft de inspectie gemeend om de dingen bij de naam te moeten noemen. De multimediapresentatie op deze CD-ROM geeft een compacte weergave van de bevindingen en analyse van het onderzoek naar het brandweeroptreden in Haarlem door de inspectie Openbare Orde en Veiligheid. De presentatie op deze CD-ROM bestaat uit twee delen. Het eerste deel laat een chronologische reconstructie zien van de brandweerinzet vanaf de eerste melding van de brand om 3 minuten over 9 tot aan het instorten van de muur om 12 minuten over 10. Doel van de reconstructie is een beeld en begrip te krijgen van de gebeurtenissen van die avond. Op basis van interviews met betrokkenen van brandweer en politie, geluidsbanden van de diverse meldkamers, fotomateriaal en videoopnamen zijn de belangrijkste gebeurtenissen op de beruchte avond van 23 maart van minuut tot minuut gereconstrueerd. Door het oog van een toeschouwer ziet u de uitbreiding van de brand en de brandweerinzet. Bij de visualisatie van de brandweerinzet met animatiebeelden is aan een aantal aspecten een eigen invulling gegeven. Zo komen bijvoorbeeld de ligging van de slangen, het aantal toeschouwers en de uitdrukkleding mogelijk niet precies overeen met de werkelijkheid. Deze aspecten hebben echter geen invloed gehad op het verloop van de gebeurtenissen die avond. Het tweede deel laat een analyse zien van het brandweeroptreden en de belangrijkste conclusies van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Doel van deze analyse is om lessen te leren uit de brandweerinzet en het tragische ongeval.
Op zondagavond 23 maart om 9:03 belt een burger die zich op de Kloppersingel bevindt mobiel met de meldkamer brandweer en ambulance. Brandweer? Ja, met staat de Kloppersingel. Ja? En er is brand in de kerk hier bij ons. En wat is het adres? Kloppersingel nummer 75 ongeveer. 75? Ja. Zijn er nog mensen binnen? Mensen binnen denk ik niet, want we hebben net met de politie op de Kosten gewaarschuwd. Ja? Die woont ernaast. Ja. Maar er zijn geen mensen, denk ik. Oké, nou, we zijn onderweg hoor. Oké, dank u. Dank u wel, dag. Oké, dag. Onmiddellijk daarna meldt een bewoonster die naast de kerk woont, vermoedelijk de vrouw van de koster, de brand aan de meldkamer. Meldkamer brandweer? Ja, er is brand in de Koninkerk aan de Kloppersingel. Even kijken, Kloppersingel? Ja, Haarlem. In Haarlem. En dit is in een kerk? In een kerk, ja. Wat nee. Zie je precies? Ik zie niks. Het is namelijk naast mijn huis en mijn man is nu naar binnen. Dus, naar binnen. Nou, laat je wel even zien. Kloppersingel, de Koningskerk. Ja, Koninkerk, ja. Ja, oké. Ja, dankjewel. Doeg. De meldkamer alarmeert conform de alarmeringsprocedure kleine brand de eerste beroepsuitdruk. Tegelijkertijd piept hij alle vrijwillige blusgroepen op. De centralist informeert de politiemeldkamer en geeft door dat er nog één persoon binnen is om te kijken. 742. Voertuigcentrum, ruk uit. Heb je nog informatie? Jawel, het betreft de Koningskerk aan de Kloppersingel voor een binnenbrand. Er schijnt één persoon nog binnen te zijn. Stuurt u de ambulance erachteraan? Ja, ambulance rijdt reeds mee. De chef van dienst Noord van de politie in het district Haarlem bevindt zich in de omgeving van de kerk als hij de melding van de politiemeldkamer krijgt dat er brand is in de Koninkerk aan de Kloppersingel. Volgens de chef van dienst loopt bij het groepje mensen voor de kerk een man te schreeuwen. De man loopt op hem af en zegt hem dat de kerk leeg is en dat zijn vrouw en kind uit de aanliggende kosterwoning zijn. De man maakt later kenbaar dat hij de koster is. Even later rijden de eerste tankautospuit en autoladder de Kloppersingel op. Hoewel de chef van dienst van de politie zich in de buurt van de tankautospuit bevindt als deze arriveert, hebben hij en de eerste aankomende bevelvoerder op dat moment geen persoonlijk contact. Volgens de chef van dienst loopt de koster op de tankautospuit af en begint op de deur te bonken. De chef van dienst vindt de koster nogal paniekerig en gaat samen met een inmiddels gearriveerde brigadier verifiëren of de kosterwoning inderdaad leeg is. Bij aankomst constateert de eerste bevelvoerder vanuit zijn voertuig dat er inderdaad sprake is van een kleine binnenbrand die niet uitslaand is. Omdat de bevelvoerder veronderstelt dat er mogelijk nog een persoon in het pand aanwezig is, geeft hij nog zittend in het voertuig het bericht middelbrand door aan de meldkamer. 742. Aankomst, geef maar middelbrand over. Aankomst, middelbrand. De meldkamer alarmeert na de opschaling naar middelbrand een tweede tankautospuit, het ademluchtvoertuig, de regionaal officier van dienst en de inspecteur van bouwtoezicht van de gemeente Haarlem. De eerste bevelvoerder vraagt aan de mensen in het publiek of iemand bekend is met de kerk. Een buitengewoon opgewonden persoon uit het publiek, die niet kenbaar maakt dat hij de koster is, neemt de eerste bevelvoerder en de eerste aanvalsploeg mee naar de zijingang van de kerk aan de Kloppersingel. Er is een raampje stuk en de zijdeur staat open. De man zegt dat er is ingebroken en dat er brand is gesticht. De eerste bevelvoerder stuurt zijn eerste aanvalsploeg naar binnen met een dubbele opdracht. Ze moeten met een hoge drukstraal een verkenning uitvoeren naar de brandhaard en naar mogelijke slachtoffers zoeken. De Koninkerk ligt ingeklemd tussen drie straten. De Kloppersingel, de Johannes de Breukstraat en de Soggestraat. Vanaf de Kloppersingel is de kerk toegankelijk via een zijingang. In de Johannes de Breukstraat zit geen ingang. Via de Soggestraat is de kerk direct toegankelijk via twee zijingangen en indirect via de ingang van de kosterwoning. De aanvalsploeg constateert dat het heet is in de kerk en dat er rook hangt. Hoe dichter ze bij de jeugdzaal komen, hoe warmer het wordt.
In de jeugdzaal zien zij het daadwerkelijk branden. Ze gaan daar niet naar binnen omdat er van alles naar beneden druipt, het stijf van de rook staat en ze vrijwel geen zicht hebben. Ze zien het linksboven in de jeugdzaal branden. Tegelijk met de eerste verkenning lopen de chef van dienst Noord en de brigadier de kosterwoning in en roepen of er iemand aanwezig is. Niemand antwoordt. De chef van dienst geeft aan de politiemeldkamer door dat er niemand binnen is en dat de brand hoorbaar en ruikbaar is. Om te voorkomen dat omstanders zich in de buurt van de brandhaard en de ingezette brandweervoertuigen kunnen begeven, zet de politie de kloppersingel af met linten. Om het publiek te beletten van het Johan de Breukpleintje de Johan de Breukstraat in te lopen, zet de politie een politiebusje ter hoogte van de Zoggerstraat dwars in de Johan de Breukstraat. De eerste bevelvoerder gaat niet zelf de kerk in, maar loopt naar de Zoggerstraat om de opstalplaats te bepalen voor de tweede tankautospuit. Terwijl hij terugloopt naar de kloppersingel hoort hij, op achteraf onbekende wijze, dat er mogelijk niet één, maar twee personen vermist zijn. Het is onbekend of de koster en zijn zoon in veiligheid zijn gebracht. Hij geeft daarom twee van zijn mensen opdracht om in de kosterwoning te kijken of de koster en zijn zoon daar zijn. Twee andere brandweermensen krijgen opdracht ieder met een lage drukstraal de schuine gevel nat te houden. De tweede tankautospuit en het ademluchtvoertuig melden zich om 18 minuten over 9 ter plaatse. Alleen achter de lage ramen van de schuine kerkgevel is vuur zichtbaar. Bij aankomst loopt de tweede bevelvoerder met zijn eerste aanvalsploeg naar de kosterwoning. De twee mannen van de eerste uitruk, die de kosterwoning moesten doorzoeken, komen daar dan ook net aan. De koster staat voor de woning en roept dat niemand meer in de kerk en de woning aanwezig is. De tweede bevelvoerder geeft deze informatie portofonisch door aan de eerste bevelvoerder. De twee mannen van de eerste uitruk lopen terug naar de kloppersingel en krijgen daar opdracht van de eerste bevelvoerder om als tweede aanvalsploeg, ter ondersteuning van de eerste aanvalsploeg, een binnenaanval te doen. Ze krijgen de opdracht mee, brandhaard zoeken en blussen. Nadat de eerste bevelvoerder zijn tweede aanvalsploeg de kerk ingestuurd heeft, loopt hij naar de noordzijde van de kerk voor een eerste overleg met de tweede bevelvoerder. Volgens de eerste bevelvoerder worden tijdens dit overleg de taken verdeeld. Zo spreken zij af dat de tweede bevelvoerder de kant van de Zoggerstraat voor zijn rekening neemt. De tweede bevelvoerder geeft aan dat hij aan zijn kant naar binnen wil om te kijken hoe de brand zich daar heeft ontwikkeld. Omdat de eerste bevelvoerder nog steeds gelooft de brand via een binnenaanval te houden, stemt hij hiermee in. De eerste bevelvoerder loopt daarna terug naar de kloppersingel. Na het overleg met de eerste bevelvoerder geeft de tweede bevelvoerder opdracht aan zijn eerste aanvalsploeg om via de kosterwoning de kerk binnen te gaan. Als opdracht krijgen ze mee, zoeken naar eventuele slachtoffers, de mogelijke inbreker en naar de brandhaard. De tweede bevelvoerder gaat zelf ook mee naar binnen. Aan de andere kant van de kerk, aan de kloppersingel, is de tweede aanvalsploeg vlak daarvoor ook naar binnen gegaan. Zij blijven in eerste instantie in de deuropening van de hal naar de kerk staan, omdat er van alles naar beneden valt. Zij zien dat het vooral erg brandt in de jeugdzaal. De tweede ploeg meldt dat zij de brandhaard in de jeugdzaal voor hun rekening zullen nemen. De eerste ploeg loopt op de tast langs de muur verder de kerk in op zoek naar mogelijke andere vuurhaarden en slachtoffers. Wanneer de eerste bevelvoerder terugloopt, ziet hij dat de brand inmiddels zichtbaar is achter de hoge ramen. Hij concludeert dat de brand niet meer te houden is met alleen een binnenaanval. Hij geeft de pompbediende opdracht het naderbericht grote brand door te geven. A2 naderbericht, grote brand, over grote brand. Nieuwe autospuit aanrijden via Johannes de Beukenstraat over. Via de Beukenstraat. En ik doen. Met het opschalen naar grote brand besluit de eerste bevelvoerder om het waterkanon van de eerste autoladder in te zetten. Hij schat in dat als de brand in een latere fase uitslaand zou worden, de brand met het waterkanon via het dak en de hoge ramen geblust kan worden, zodat branduitbreiding voorkomen kan worden.
De eerste bevelvoerder besluit de situatie in de kerk zelf te bekijken en loopt via de zijingang de hal van de kerk in. Hij ervaart dat het erg warm is in de kerk en er een vuurgloed uit de richting van de jeugdzaal komt. De eerste bevelvoerder geeft zijn eerste aanvalsploeg opdracht de verkenning te staken en zegt dat ze zich een eind moeten terugtrekken. Hij geeft tevens aan dat hij van plan is het waterkanon in te zetten. Tot dat moment mogen ze doorgaan met blussen. Zodra het kanon daadwerkelijk wordt ingezet, zal hij ze een seintje geven en moeten ze ogenblikkelijk de kerk verlaten. Na de tweede ploeg roept de eerste bevelvoerder dat de brand met alleen een binnenaanval niet meer te houden is en dat de brand zich al in de nok van de kerk bevindt. De tweede ploeg geeft aan dat ze nog even de trap op willen om te zien wat ze boven aantreffen. De eerste bevelvoerder stemt daarmee in onder voorwaarde dat ze geen domme dingen doen. Om circa 5 minuten voor 9:30, 15 minuten na de opschaling naar middelbrand, komt de officier van dienst ter plaatse. Hij parkeert zijn voertuig aan de westkant van de Kloppersingel en loopt richting de eerste tankautospuit. Op de kruising Johan de Breuk Kloppersingel ziet hij achter de hoge ramen naar eigen zeggen een kabbelend vuur. De eerste bevelvoerder stelt de tweede bevelvoerder portofonisch op de hoogte van zijn voornemen om het waterkanon in te zetten. Hij spreekt met hem af dat hij een seintje kan verwachten zodra het waterkanon inzet gereed is, zodat hij zijn mensen tijdig kan terugtrekken uit de kerk. Verder geeft de eerste bevelvoerder opdracht om de autoladder om te rijden naar de kruising Kloppersingel Johan de Breukstraat, omdat er op de kruising te veel slangen liggen waar ze niet overheen kunnen rijden. De officier van dienst en de eerste bevelvoerder treffen elkaar op de kruising Johan de Breuk Kloppersingel. De eerste bevelvoerder schetst een situatierapport met betrekking tot de brandontwikkeling en de ingezette eenheden. Hij geeft onder meer aan dat hij 2 aanvalsploegen binnen heeft, dat het er erg heet is en dat het niet goed gaat. De officier van dienst voelt zich niet genoodzaakt af te wijken van de door hem geconcludeerde ingezette bestrijdingstactiek, de binnenaanval en het nat houden van de schuine gevel. De officier van dienst zegt tegen de eerste bevelvoerder dat hij moet doorgaan op zijn ingeslagen weg. Er worden geen verdere werkafspraken of taakverdelingen gemaakt. Dat er is opgeschaald naar grote brand, komt verder niet ter sprake. Na zijn overleg met de eerste bevelvoerder loopt de officier van dienst naar de Zoggestraat op zoek naar de tweede bevelvoerder. Wanneer hij bij de kosterwoning aankomt, komt de tweede bevelvoerder net naar buiten. Hij zegt dat het binnen vreselijk heet is. De officier van dienst stelt voor de warmtebeeldcamera uit zijn auto te gaan halen, zodat de brandhaard beter gelokaliseerd kan worden. Terwijl de officier van dienst de camera haalt, gaat de eerste aanvalsploeg voor de tweede keer via de kosterwoning de kerk in, om de zijdeur van de kerk in de Zoggestraat open te maken. Dit kan alleen van binnenuit, omdat de sleutel van het buitenhek van die deur in de kerk hangt. Even later geeft de officier van dienst de camera aan de tweede bevelvoerder. Hij geeft geen nadere opdrachten en loopt terug naar de Kloppersingel. De derde tankautospuit en de tweede autoladder melden zich om 9:55 ter plaatse. Zij staan op het Johan de Breukplein. De derde bevelvoerder gaat op zoek naar de eerste bevelvoerder. Wanneer zij elkaar treffen, geeft de eerste bevelvoerder aan dat de tweede tankautospuit moet doorrijden naar de Kloppersingel, alwaar moet worden afgelegd op open water. De eerste bevelvoerder geeft de derde bevelvoerder tevens opdracht om de eerste autoladder inzetgereed te maken en hem een seintje te geven als dat zover is. Op verzoek van de derde bevelvoerder wordt het politiebusje weggehaald en halverwege de Johan de Breukstraat neergezet, ter hoogte van het steegje. De derde tankautospuit rijdt naar de Kloppersingel en plaatst zich haaks op de wallenkant van de singel. Op dat moment arriveert de eerste autoladder in de Johan de Breukstraat. De derde bevelvoerder loopt daarna naar de tweede autoladder die op het pleintje staat te wachten. Op eigen initiatief geeft hij opdracht de autoladder op de hoek van de Johan de Breuk Zoggestraat neer te zetten en inzet gereed te maken. Wanneer het waterkanon van de eerste autoladder inzet gereed is, loopt de derde bevelvoerder naar de eerste bevelvoerder om dat te melden. De eerste bevelvoerder geeft vervolgens via portofoon door dat iedereen die in de kerk is zich moet terugtrekken. De officier van dienst heeft geen bemoeienis met dit besluit tot terugtrekken. Wel volgt hij het portofoonverkeer tussen de eerste en de tweede bevelvoerders op de voet. 3 minuten daarvoor zijn de tweede bevelvoerder en zijn ploeg nummer 4 begonnen met hun verkenning in de kerk met de warmtebeeldcamera.
Ze zijn op de tas naar binnen geschuifeld. De rook is heel dik, wit-grijs, het zicht is slecht en ze horen het boven zich knetteren. De tweede bevelvoerder bekijkt met de camera de omgeving. Als de eerste bevelvoerder portofonisch meldt dat zij zich moeten terugtrekken, laat nummer 4 zijn aanvalsslang vallen en lopen ze regelrecht naar buiten. De tweede bevelvoerder geeft portofonisch aan de officier van dienst door dat de warmtebeeldcamera 1 rood vlak aangaf. Wanneer iedereen de kerk uit is, geeft de eerste bevelvoerder mondeling het inzetbevel voor het inzetten van het waterkanon. De meeste brandweerlieden, in het bijzonder de officier van dienst, de eerste en de derde bevelvoerder, beseffen dat de brand binnen afzienbare tijd uitslaand zal worden. De brand zit al hoog in de kerk en de rook wordt onder het dak en naast de hoge ramen uit de kerk geperst. Als het waterkanon van de eerste autoladder begint te spuiten, is de brand nog niet uitslaand. Het waterkanon kan de brand niet bereiken. Er wordt tegen de ramen, het dak en de muur gespoten. De worplengte is beperkt. Er zit weinig druk achter de straal. Na het verlaten van de kerk besluiten de beide aanvalsploegen van de eerste tankautospuit op eigen initiatief de kerk ter hoogte van kloppersingel nummer 55 met 1 straal hoge en 1 straal lage druk nat te houden. De tweede bevelvoerder geeft zijn manschappen opdracht om met 2 stralen de kosterwoning nat te houden, met de bedoeling deze te behouden. De derde bevelvoerder en de officier van dienst komen elkaar tegen in de Johan de Breukstraat. Volgens de derde bevelvoerder wijst hij de officier van dienst erop dat de brand binnenkort zal uitslaan en op de gevaarlijke situatie die dan ontstaat voor de eerste tankautospuit en de eerste autoladder. De officier van dienst speelt naar eigen zeggen met de gedachte om op te schalen naar grote brand en verifieert bij de derde bevelvoerder of dit al is gebeurd. Dit laatste wordt bevestigd. De officier van dienst en de inspecteur van de afdeling bouwtoezicht hebben op de kruising voor het eerst contact. De inspecteur geeft aan dat als de brand uitslaand wordt en de toren gaat vallen, hij niet bij voorbaat kan voorspellen welke kant de toren zal opvallen. Ook weet hij niet op voorhand wat er met het pand gebeurt als door het instorten van het dak de stabiliteit van de constructie verdwijnt. Hij adviseert de officier van dienst iedereen uit de buurt van de kerk te halen. Om 17 minuten voor 10, 5 minuten nadat de aanvalsploegen zich hebben teruggetrokken uit de kerk, slaat de brand iets ten zuiden van de toren uit het dak. Nadat de onderkant van de toren heeft vlam gevat, kruipt de brand omhoog het torentje in. Wanneer de toren vrijwel geheel in brand staat, door de derde bevelvoerder omschreven als een witte toorts, spreidt de brand zich uit over de verschillende puntdaken van de kerk. Volgens de eerste bevelvoerder leek het torentje wel een droge kerstboom die in brand was gevlogen. De brand ging als een komeet. De brand was niet te houden. Wanneer de brand uitslaand wordt, komt de officier van dienst, die tot dan toe niet merkbaar leiding heeft gegeven aan de inzet, in actie. De officier van dienst neemt contact op met de meldkamer en vraagt of de tweede autoladder ter plaatse kan komen. Als de centralist antwoordt dat deze autoladder al lang ter plaatse is, geeft de officier van dienst aan dat hij de derde autoladder uit Velzen en de dompelpompunit ter plaatse wil hebben. En dat de tweede bevelvoerder de jongens van kazerne West wil hebben. Een paar minuten later vraagt hij ook om de vierde autoladder, de hoogwerker uit Beverwijk. Een van de manschappen, die met collega's aan de westelijke zijde van de Kloppersingel bezig is met bluswerkzaamheden, treft de officier van dienst op de kruising Kloppersingel Johan de Breukstraat. De officier van dienst zegt tegen hem dat er een extra autoladder komt om branduitbreiding richting de westelijke zijde van de Kloppersingel te voorkomen. Verder zegt hij dat er een dompelpomp in aantocht is. De brandweerman neemt aan dat de dompelpomp aan de westkant van de kerk moet komen. In de beleving van vrijwel alle respondenten verloopt de branduitbreiding vanaf het moment dat de brand uit het dak slaat tot aan het instorten van het dak heftig en uitzonderlijk snel. Volgens verschillende brandweermensen, waaronder de officier van dienst, duurde deze periode in hun beleving hooguit 5 minuten. Feit is dat deze periode ongeveer 25 minuten duurde. Op aangeven van de brandweer begint de politie met het ontruimen van 6 woningen aan de Kloppersingel en 6 woningen in de Zoggestraat. Een van de bemanningsleden van de ambulance vraagt bij de meldkamer om 2 extra ambulances. Het loopt hier echt uit de hand hoor, het gaat ontzettend hard. Ja, zal ik ook maar extra ambulances oproepen of zo? Ja, nou dat zou ik doen.
Dus en hoeveel wil je er hebben dan? Nou, ik denk dat 2 is nu wel eventjes goed. Ja, ik weet niet hoe hard dat gaat, maar als ik het zo zie, dan zit dat allemaal woonhuizen om me heen. En, ja, precies. Ik ga even... Kortingsgevaar. Huh? Ja, ja, precies. Nee, prima. Ik zal er nog 2 extra, hè. Bij jullie erbij 3 totaal, ja? Ja, dat is goed. Als de brand uitslaand wordt, komt er veel warmte vrij, waardoor de huizen in de directe omgeving worden aangestraald. De 3 bevelvoerders nemen preventieve maatregelen om branduitbreiding door brandoverslag te voorkomen. Zo geeft de eerste bevelvoerder zijn manschappen op de kloppersingel die de kerk met 2 stralen nat houden, expliciet opdracht om ook de aanliggende panden nat te houden. Een aantal manschappen op de kruising vindt dat de eerste autoladder niet meer veilig staat. De chauffeur van de 3e tankautospuit spreekt de officier van dienst hierover aan. De officier van dienst reageert dat hij ook vindt dat mensen en voertuigen in de directe omgeving van de kruising in veiligheid moeten worden gesteld in verband met het inmiddels potentiële gevaar. Hij geeft de 3e bevelvoerder daarom onmiddellijk opdracht ervoor te zorgen dat de eerste autoladder verplaatst wordt en buiten de valschaduw van de kerk komt te staan. De wagen wordt met de neus naar de kerk op de kloppersingel gezet. De straal van het waterkanon wordt opnieuw ingezet op de brand aan de zuidoostzijde van de kerk. Tegelijk met het verplaatsen van de eerste autoladder laat de officier van dienst alle brandweermensen in de omgeving van de kruising Johan de Breukstraat Kloppersingel, die te dicht in de buurt van de kerk staan, terugtrekken tot op veilige afstand. Volgens eigen zeggen roept de officier van dienst naar iedereen in de buurt van de kruising dat niemand meer door de Johan de Breukstraat mag lopen. De Johannes de Breukstraat is relatief smal en ligt in de valschaduw van de muur. De brandweermensen die nog onderweg zijn, zoals de bemanning van het dompelpompvoertuig, de extra opgevraagde vrijwilligers en de brandweermensen in de Zoggestraat, krijgen de waarschuwing om niet meer door de Johannes de Breukstraat te lopen niet mee. Een brandweerman adviseert de chef van dienst Noord het politiebusje in de Johan de Breukstraat weg te halen. Door het uitslaan van de brand is er gevaar op instorting, waardoor het niet meer veilig is in de Johannes de Breukstraat. De ter plaatse zijnde leidinggevenden van de politie besluiten dat er niet meer door de Johannes de Breukstraat gelopen mag worden en delen daartoe het inzetgebied van de politie in 2. Een noordkant aan de Zoggestraat en een zuidkant aan de Kloppersingel. Kort voor 10 is de dompelpomp ter plaatse. De chauffeur van het dompelpompvoertuig loopt naar de brandweermensen die aan de Kloppersingel ter hoogte van huis nummer 55 staan te blussen en vraagt waar de dompelpomp geplaatst moet worden. De brandweerman, die eerder van de officier van dienst heeft gehoord dat er een dompelpomp is aangevraagd, geeft aan dat hij de dompelpomp ten westen van de kruising Johan de Breuk Kloppersingel kan neerzetten. Rond dezelfde tijd arriveert een busje met 4 vrijwilligers. Zij melden zich verder bij niemand ter plaatse. De bevelvoerders en de officier van dienst weten dan ook niet dat zij ter plaatse zijn. De vrijwilligers krijgen opdrachten van de beroeps ter plaatse. Geholpen door 2 bemanningsleden van de 3e tankautospuit, die vanuit de Johan de Breukstraat komen aanlopen, zet een aantal vrijwilligers de dompelpompunit op de aangewezen plek. Zowel de eerste bevelvoerder, de 3e bevelvoerder als de officier van dienst hebben aangegeven dat zij het eerste dompelpompvoertuig niet hebben zien arriveren. Zodra de brand uitslaand wordt, ontstaat er vliegvuur aan de kant van de Zoggestraat. De manschappen van de 2e tankautospuit houden op dat moment met 2 stralen de kosterwoning en de hoek van de kerk nat. Als de brand uit het torentje slaat, laat de 2e bevelvoerder met 1 lage drukstraal het huis naast de kosterwoning nat houden, terwijl 2 manschappen met ieder een lage drukstraal preventief de huizen recht tegenover de kerk nat houden. De pompbediende van de 2e tankautospuit heeft problemen met de waterdruk. Hij kan de 3 handstralen in de Zoggestraat niet van voldoende druk voorzien. De 2e bevelvoerder informeert de officier van dienst per portofoon over deze drukproblemen en geeft aan dat hij meer water nodig heeft. De officier van dienst vraagt aan de meldkamer om een 2e dompelpompunit voor de Zoggestraat en geeft dit naar eigen zeggen door aan de 2e bevelvoerder. Omstreeks 10 uur nemen de 1e en 2e bevelvoerder samen een kijkje in tuinen achter de Zoggestraat, ter hoogte van het steegje. Bewoners en omstanders attenderen de brandweermensen op verschillende brandjes in de tuinen. Omdat een van de manschappen door drukverlies op dat moment te weinig worplengte heeft, krijgt hij van de 2e bevelvoerder opdracht de brandjes in de tuinen te blussen. De 2e bevelvoerder vraagt daarna bij de meldkamer om een 4e tankautospuit. Dit had eigenlijk via de officier van dienst moeten lopen, maar het tumult met het opdringende publiek in de Zoggestraat vroeg om eigen initiatief, aldus de 1e bevelvoerder.
De eerste bevelvoerder blijft zich ondanks de aanwezigheid van de officier van dienst verantwoordelijk voelen voor de gehele inzet. Hij blijft dan ook heen en weer rennen tussen de inzetgebieden in de Zocherstraat en de Kloppersingel om dingen zelf te regelen en te coördineren. De officier van dienst heeft het plan om met 3 autoladders en een hoogwerker op ieder hoek van de kerk de brand vanaf hoogte te bestrijden. Door de kerk gecontroleerd te laten uitbranden wil hij brandoverslag voorkomen. De watervoorziening voor de 4 voertuigen moet geleverd worden door 2 dompelpompen. De officier van dienst communiceert zijn inzetplan niet met zijn bevelvoerders. Het inzetgereedmaken van de 2e autoladder gaat niet voorspoedig. Het publiek, dat zich inmiddels massaal heeft opgesteld in de Zocherstraat, is zeer opdringerig en bemoeilijkt het uitrollen van de slangen. De 2e autoladder moet voor de watervoorziening worden afgelegd op de 2e tankautospuit. Als de 2e autoladder uiteindelijk wordt ingezet, heeft hij maar een zeer beperkte worplengte. De manschappen in de Zocherstraat kampen vanaf dat moment regelmatig met drukverlies. Zij melden dit verschillende keren aan de 2e bevelvoerder. In de Zocherstraat zijn de omstanders zeer opdringerig. Het publiek blijft niet achter de afzettingen en hindert de brandweerlieden. De brand heeft zich echter al flink ontwikkeld en de gevaren, ook voor de omstanders, worden steeds groter. De chef van dienst Spaarne Oost maakt daarom met 3 collega's een linie in de Zocherstraat om een ruimere afzetting te maken. Het publiek, er staan inmiddels 100 mensen, weigert achteruit te gaan. De chef van dienst verzoekt meermalen om versterking, maar de politiemeldkamer negeert in eerste instantie zijn aanvragen. Ondertussen wordt een omstander onwel en moet gereanimeerd worden, waarbij deze nog bijna vertrapt wordt omdat de omstanders geen ruimte willen maken. Uiteindelijk komt er versterking en met honden en wapenstok worden de omstanders 50 meter terug de Zocherstraat ingedrongen. In de linie wordt 1 van de politiemannen door een omstander tegen de vlakte geslagen. De brandweervoertuigen en ambulances die na het uitslaan van de brand worden gealarmeerd, kunnen door het opdringerige publiek en de blokkades niet meer bij de kerk komen. Overal staan kriskraswagens geparkeerd die de weg blokkeren. Volgens de inspecteur van bouwtoezicht was het een complete chaos. Door een verkeerde aanwijzing van de centralist van de meldkamer rijdt de 3e autoladder uit Velzen via de oostelijke zijde de Kloppersingel op, terwijl de officier van dienst de autoladder juist aan de westelijke zijde had willen hebben. De officier van dienst, die op dat moment samen met de 3e bevelvoerder bezig is met het verplaatsen van de 1e autoladder, neemt onmiddellijk actie en rent naar de autoladder. Hij vraagt aan een motoragent of hij de autoladder onder escorte wil omrijden naar de juiste plek. Terwijl de autoladder van Velzen wordt omgereden, rijdt de chauffeur van het dompelpompvoertuig op eigen initiatief de 6-duim slang uit richting de kruising Johan de Breukstraat Kloppersingel. Niet iedereen heeft direct gereageerd op de waarschuwingen van de officier van dienst. Verschillende brandweermensen blijven door de Johannes de Breukstraat lopen. Om 10:01 staan nog 3 manschappen binnen de valschaduw van de gevel met 1 handstraal nat te houden. De toren staat in vrijwel helemaal in brand. Vlak na 10:00 stort de toren van de kerk in. De 2 pompbedienders van de beide tankautospuiten vinden dat nu ook de 1e tankautospuit niet meer veilig staat en overleggen met de 1e bevelvoerder die al eerder van de officier van dienst opdracht had gekregen de tankautospuit te verplaatsen. Met een aantal brandweerlieden, waaronder de officier van dienst, wordt de 1e tankautospuit zo ver mogelijk naar voren verplaatst zonder de toevoerslang af te koppelen van de ondergrondse brandkraan. Wanneer 2 brandwachten alsnog het opzetstuk van de brandkraan proberen los te koppelen, worden ze onder meer door de officier van dienst onmiddellijk teruggeroepen. Zet op eigen initiatief het dompelpompvoertuig op de oude plek van de 1e tankautospuit neer. Omdat de inzet van de 2e autoladder weinig zoden aan de dijk zet, zoekt de 3e bevelvoerder portofonisch contact met de officier van dienst. Deze reageert daarop door aan te geven dat de dompelpomp onderweg is. De 3e bevelvoerder geeft daarop de bemanning van de 2e autoladder opdracht de autoladder af te koppelen in afwachting van de aansluiting van de dompelpomp. Hij laat het voertuig tevens iets naar achteren verplaatsen omdat het gedeeltelijk in de valschaduw van de kerk staat. De officier van dienst loopt naar de westzijde van de Kloppersingel om de bemanning van de inmiddels omgereden autoladder uit Velzen aanwijzingen te geven voor het inzetgereedmaken van het voertuig. Hij ziet dat een 6-duim slang uitgerold is op de westzijde van de Kloppersingel en ziet voor het eerst dat de dompelpomp is gearriveerd.
Hij is verbaasd de dompelpomp daar te zien, omdat hij de eerste dompelpomp juist aan de oostkant had willen hebben. De slang ligt bovendien veel te dicht langs de gevel. De officier van dienst geeft echter prioriteit aan de... Kort na het vallen van het torentje loopt de derde bevelvoerder vanaf de noordkant door de Johan de Breukstraat. Hij ziet het dompelpompvoertuig met de slangenbak op de plek waar in de eerste instantie de eerste tankautospuit stond. De derde bevelvoerder geeft de brandweerlieden bij het voertuig de opdracht de slangen uit de slangenbak te halen en ze over de stoep naar de tweede autoladder te rollen. Hij drukt de mannen op het hart. De eerste bevelvoerder komt de derde bevelvoerder tegen op de kruising Johan de Breukloppersingel. De eerste bevelvoerder geeft aan dat hij aan de andere kant van de kerk in de Zogerstraat wil kijken hoe het ervoor staat met de branduitbreiding en de vierde aangevraagde tankautospuit. De derde bevelvoerder stelt voor om een sprintje te trekken door de straat langs de heg. Na enig aarzelen stemt de eerste bevelvoerder daarmee in. Op een drafje lopen ze, de kerk voortdurend in de gaten houdend, door de Johan de Breukstraat de Zogerstraat in. De extra 6-duim slang uit de slangenbak wordt door verschillende brandweermannen de Johannes de Breukstraat ingetrokken. Wanneer de slang te dicht bij de kerk komt te liggen, trekken twee mannen de slang bij de muur vandaan. Zodra de slang strak ligt, leggen ze de koppeling van de slang in de Johan de Breukstraat, ter hoogte van de ingang van het steegje. De brandweermannen lopen daarna terug naar de kruising. De bijrijder van het dompelpompvoertuig, die zich op dat moment in het steegje in de Johannes de Breukstraat bevindt, komt achter hen aan en roept om de zogenaamde 6-duims koppelingssleutel. Een van de vrijwilligers rent met de sleutel de Johan de Breukstraat in en overhandigt deze aan de bijrijder. De bijrijder loopt terug richting het steegje. Om 9:55 loopt de tweede bevelvoerder samen met de chauffeur van het busje vanaf het Johan de Breukpleintje de Johan de Breukstraat in. De chauffeur van het busje blijft halverwege de straat staan en loopt richting het steegje. In de uitsparing voor het steegje bevindt zich de bijrijder van de dompelpomp met de 6-duims koppelingssleutel en het varken. De tweede bevelvoerder loopt door en roept naar een vrijwilliger op de kruising. Wanneer deze aanstalten maakt om naar hem toe te lopen, wordt om 9:12 kantelt de topgevel van de oostmuur van de Koninkerk naar voren richting de Johan de Breukstraat. Op 23 maart 2003 komen bij de bestrijding van de brand in de Koninkerk in Haarlem 3 brandweermensen om het leven. De brand bevindt zich op dat moment in een stadium waarin het alle betrokkenen al geruime tijd duidelijk is dat het pand niet meer te redden valt. Het was louter toeval dat de kerkmuur gevallen is op het moment dat de omgekomen brandweerlieden zich in de Johannes de Breukstraat bevonden. Als de muur op een ander moment was omgevallen, of als een van de andere buitenmuren van de kerk was gevallen, waren er naar alle waarschijnlijkheid andere brandweermensen omgekomen. De inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft de brandweerinzet bij de brand in de Koninkerk op 23 maart 2003 onderzocht, om te kunnen bepalen welke leermomenten er uit dit tragische ongeval zijn te trekken. De belangrijkste conclusies zijn: de officier van dienst heeft onvoldoende invulling gegeven aan zijn coördinerende en leidinggevende taak. De officier van dienst, die als hoogst leidinggevende ter plaatse primair verantwoordelijk is voor de brandweerinzet, had tot het uitslaan van de brand een afwachtende houding. Na het uitslaan van de brand hield hij zich te veel uitvoerend met het incident bezig, waardoor hij geen zicht en grip meer had op de incidentbestrijding. Omdat vrijwel geen afstemming tussen bevelvoerders en officier van dienst heeft plaatsgevonden, konden de bevelvoerders en de manschappen een eigen invulling geven aan de inzet. Zo kon het gebeuren dat brandweermensen zich binnen de valschaduw van de muren van de kerk bleven begeven, de dompelpomp op de verkeerde plek werd gezet en in opdracht van een van de bevelvoerders de slang door de Johan de Breukstraat werd gelegd. De officier van dienst, de bevelvoerders en de manschappen hebben te weinig maatregelen genomen met betrekking tot de eigen veiligheid. De officier van dienst is verantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel.
De maatregelen die door de officier van dienst werden getroffen om het ingezette personeel van zowel de brandweer als de overige hulpdiensten in veiligheid te brengen, waren onvoldoende en onvoldoende professioneel. Niet alleen de officier van dienst hoort toe te zien op de veiligheid van het ingezette personeel. De bevelvoerders hebben een eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun manschappen. Goed geïnstrueerde bevelvoerders hadden, ongeacht de waarschuwingen en het handelen van de officier van dienst, zelf moeten concluderen dat hun personeel te dicht op de brand stond. Het laten terugtrekken tot buiten de valschaduw van de muren had feitelijk al door de bevelvoerders moeten plaatsvinden. Niet alleen de officier van dienst en de bevelvoerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het ingezette personeel. Iedere brandweerman is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Iedere goed geïnstrueerde brandweerman had vanuit deze verantwoordelijkheid zich niet meer in de valschaduw van de muren mogen begeven. Feitelijk zou daar geen officier van dienst of bevelvoerder aan te pas moeten komen, zeker niet als het om een defensieve inzet gaat op een reeds opgegeven pand. Hoe kon het gebeuren dat op 23 maart 2003 drie brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het bestrijden van de brand in de Koninkerk te Haarlem? Met als tweede onderliggende vraag, hoe kon het ongeval plaatsvinden gezien het feit dat er de laatste jaren zoveel aandacht is geweest voor de veiligheidsrisico's van het repressief brandweeroptreden? De gemeentelijke brandweer Haarlem heeft in onvoldoende mate voorzien in het adequaat instrueren van het personeel voor de risico's die het brandweervak met zich meebrengt en toezien of het personeel zich houdt aan veilige werkprocedures en waar nodig corrigerend op te treden. Hierdoor bestond onvoldoende vaardigheid en inzicht bij het personeel om met het achteraf zo overduidelijke instortingsgevaar van de kerkmuur te kunnen omgaan. Onderdeel van het onderzoek was het functioneren van de organisatie van de brandweer Haarlem. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken. Het personeel van de brandweer Haarlem was niet adequaat voorbereid op de risico's die brandbestrijding met zich meebrengt. In de loop van de tijd zijn nieuwe inzichten ontwikkeld over veiligheidsrisico's bij repressief brandweeroptreden. De brandweer Haarlem heeft in de afgelopen jaren nagelaten om deze breed bekende inzichten volgens de landelijke richtlijnen voor opleiden en trainen aan te bieden aan haar personeel. Verder heeft zij niet gegarandeerd dat in repressieve omstandigheden werd toegezien op een adequate uitvoering. Het management van de brandweer heeft onvoldoende inspanning verricht om hier verandering in te brengen. Het werd daarbij onvoldoende gecontroleerd door het eindverantwoordelijke gemeentebestuur. Nederlandse brandweermannen zijn zich te weinig bewust van de risico's die ze nemen. En bij branden worden de procedures niet strak genoeg gevolgd. Het zijn een paar algemene conclusies van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid naar aanleiding van de dood van drie brandweermannen bij een brand vorig jaar in Haarlem. De fouten die daar zijn gemaakt, die worden ook gemaakt door brandweerkorpsen in andere plaatsen. Het is bepaald geen routineklusje, de brand in de Koninkerk op 23 maart vorig jaar. Het is een behoorlijke vuurzee. Niet alleen de beroepsbrandweer, maar ook veel vrijwilligers komen naar de kerk toe om mee te helpen blussen. De brand wordt een drama als delen van het gebouw het gaan begeven. Drie vrijwilligers die net een brandslang uitrollen op de Johan de Breukstraat worden bedolven onder een instortende muur. Volgens het rapport van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid hadden de mannen daar helemaal niet meer mogen staan. Hun leidinggevende hadden opdracht gegeven op veilige afstand te gaan blussen. Maar die opdracht is bij de slachtoffers niet goed aangekomen. De officier van dienst had geroepen van niet meer in die straat komen. Dat heeft niet iedereen gehoord. Er zijn mensen die zijn later gekomen, die hebben dat niet gehoord. Van de andere kant heeft men het ook niet geïnterpreteerd als een verbod om niet in de straat te mogen komen. De brandweercommandant van Haarlem erkent dat er fouten zijn gemaakt. Maar zegt hij, die fouten ontstaan doordat brandweermensen nog te veel vasthouden aan een oude denkcultuur. Maar je begrijpt ook wel dat het voor de cultuur bij de brandweer dat het niet zo makkelijk ligt om zo'n pand dan maar op te geven. Je wilt blussen? Nou, mensen willen wel even resultaten leveren, want daar zijn ze ook voor gehuurd en dat vinden ze zelf ook. Maar het altijd naar binnen willen, blussen willen, ja, dat is een cultuur die volgens de inspectie bij veel korpsen geldt, professioneel en vrijwillig. Volgens de inspectie blijkt dat het onderzoek naar andere brandweerongevallen. De afgelopen 10 jaar zijn bij 8 branden 23 brandweermannen omgekomen. Als je al die onderzoeken of al die ongevallen analyseert, dan kom je toch, zie je een redelijk patroon van
onvoldoende risicobewustzijn, onvoldoende strakke procedures en onvoldoende controle of de procedures ook nageleefd worden. Ze zijn te veel bezig met het incident en zetten hun eigen veiligheid op een tweede plan. Wij moeten heel goed in de gaten houden wat de risico's van het vak zijn. En we moeten er elke dag hard aan werken met opleidingen en procedures, dat wij geen onnodige risico's nemen. Dat geldt voor allemaal. Volgens de inspectie moeten brandweerkorpsen veel meer lessen trekken uit fouten bij branden. En dat betekent dat brandweermensen beter moeten worden opgeleid.